Ik heropen de vergadering van de parlementaire tijdelijke onderzoekscommissie ICT. Voor ons is op dit moment verschenen de heer Pat met DT, werkzaam bij Hewlett-Packard. U zult worden bevraagd door de dames Bruinslot en Fokke, maar de heren aan de andere kant van de griffier luisteren aandachtig en stellen eventueel ook vragen. De heer Ulebelt van Meenen en ikzelf ook. U bent, zeg ik even oneerbiedig, vanaf 1997 in de ICT-hoek. Als u na commerciële functies bij Compaq begint, dat in 2002 wordt overgenomen door Hewlett-Packard. En daar werkt u tot op de dag van vandaag. En op uw kaartje staat Sales Director Commercial and Public Sector. En als, als u bij de bakker staat in de rij en ze vragen wat doet u, wat doet u dan? Dan zeg ik meestal dat ik een eenvoudige verkoper ben. Ah, nou zet dat dan ook op uw kaartje misschien. Amerikaans bedrijf. Ja, oké, goed. 10% van Hewlett-Packard is overheid, heb ik dat goed begrepen? Ik zou niet weten van wie u dat begrepen heeft. Uit de voorbereidingsstukken heb ik dat gehaald. Klopt dat niet? 10% van de omzet van Hewlett-Packard. In Nederland? In Nederland. Ik denk dat het in Nederland ongeveer zo'n bedrag zal zijn. Het is moeilijk, want het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Je kunt zeggen, als je de consumentenmarkt van ons meeneemt, dan verandert natuurlijk percentages al heel snel. Of je pc's meeneemt, of dat je naar zware systemen gaat kijken. Dus dat hangt daar vanaf. Oké, nou daar gaan we dan misschien nog op terugkomen. We hebben veel met u te bespreken, dus ik geef zo snel mogelijk het woord aan mevrouw Fokker. Dank u wel. We hadden het net al even over de naam van uw functie en hoe je dat wellicht in gewoon Nederlands ook zou kunnen duiden. Maar wat zijn dan exact uw rol en taken? Ik stuur een team aan binnen HP wat verantwoordelijk is voor onder andere het zaken doen met de overheid. En dat zaken doen met de overheid vanuit dat team wat ik aanstuur richt zich met name op infrastructuurcomponenten. Dus dat zijn de systemen die je in datacenters ziet, de kasten die daar staan met servers, met storage, met netwerk. En de diensten die daar omheen zitten, waarbij je onder andere kunt denken aan onderhoud of adviesdiensten. En dat zaken doen met de overheid, welke producten levert u dan aan de overheid? De producten die ik net noem. Dus wat HP in het algemeen, dus in de breedte, levert, dat is eigenlijk het hele portfolio wat we hebben. En dat is variërend van producten, dus systemen die in die rek staan in de computerruimtes. Dat is dienstverlening, dat is software. De dienstverlening kan variëren vanuit het onderhoud op systemen tot en met het volledig outsourcen van systemen. Dus het overnemen van systemen en het beheren van systemen op afstand of bij de klant zelf. En dan software wat ik net noemde. En dan hebben we nog natuurlijk ook nog onze PC en printerproducten. En uw omzet, hè, uw diensten met de overheid, is de omzet de laatste paar jaren gedaald of gestegen of gelijk gebleven? Doelstelling is altijd dat die moet stijgen. Ik denk dat die ongeveer gelijk is gebleven. Dus u heeft uw doelstelling in die zin niet gehaald? Nou, als het in die zin was, zou ik het niet hebben gehaald. Als hij moet stijgen en als hij ongeveer gelijk is gebleven. Maar ik denk dat de doelstelling, mijn verantwoordelijkheid ligt er bij commercial en public sector. Als ik naar alleen het public sector gedeelte kijk, maar dat is niet de hele productrange die ik net noemde, dan denk ik dat die ongeveer gelijk is gebleven. En is daar een reden voor aan te wijzen? De overheid geeft minder uit. Dus dan is het al mooi als je hetzelfde kunt doen. Wij kijken dan, sorry voor de Engelse term, maar share of wallet. Wat is je aandeel in uiteindelijk de portefeuille die de klant aan de andere kant uitgeeft? En hoeveel daarvan komt er bij jou als bedrijf terecht? En zolang je die Engelse term maar ook vertaalt, kan dat wel een keer. En als we daarnaar kijken, dan kijken we naar neemt dat toe of neemt dat af? Dus dat kan betekenen dat uiteindelijk je share of wallet, dus je aandeel in de portefeuille, dat dat toeneemt of dat die hetzelfde blijft in een afnemende markt. Dus dan doe je het goed als je dezelfde omzet doet, terwijl de overheid minder uitgeeft. Daarvoor wil ik ook met u kijken naar hoe de aanbestedingsprocedures gaan. Waar zitten voor u belangrijke knelpunten als het gaat om de aanbestedingen met betrekking tot de overheid? Ik denk dat de knelpunten op een aantal punten, naar mijn mening. Eentje is de valkuil van een verwachtingsmanagement. Ik zal dat zo toelichten.
Een andere ligt denk ik op het gebied van geïsoleerdheid van de uitvragen binnen systemen versus de complexiteit wat vaak in een keten opereert. En de hand in eigen boezem stekend naar de industrie toe en dus ook naar onszelf toe, denk ik dat je ziet dat de industrie heel graag wil. Dus er alles aan doet om uiteindelijk te kunnen aanbieden. En ik denk dat je ook tegenkomt dat de industrie laat is met nee zeggen wanneer er een verandering plaatsvindt. Dus op het moment dat er... Nou, ik weet niet of u ze één voor één wilt behandelen, deze. Oké, dan begin ik bij de eerste. De valkuil van het verwachtingmanagement is denk ik deze week, afgelopen dinsdag, heel goed in het nieuws gekomen. Of maandag in het nieuws gekomen, dinsdag in de pers. Met wat de staatssecretaris van Financiën, meneer Wiebes, heeft aangegeven. Je ziet dat er een vraag vanuit dit huis wordt gesteld. Dat is een verwachting die er wordt gesteld wat er moet gebeuren. Dan zie je dat die vraag wordt doorgespeeld en die komt dan uiteindelijk terecht bij veelal zeg maar de DG. De DG zegt dan dit en dit moet gebeuren. Dat komt dan bij de opdrachtnemer uit, de uitvoerende dienst, bijvoorbeeld de IT-club. Die IT-club die gaat op dat moment, die weten al heel vaak dat dat niet kan, dat dat niet mogelijk is. Maar die gaan dan uiteindelijk leggen ze het neer bij de club die dat moet gaan uitvragen. En dan kom je al heel snel kom je bij legal, dus aan de juridische kant en aan de kant van de inkooporganisatie. En die inkooporganisatie die wordt dan eigenlijk gedwongen om een soort compromis te gaan vinden. Want ze moeten wel iets gaan uitvragen waarvan ze eigenlijk weten dat het misschien niet mogelijk is om dat goed te gaan invullen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is waar dingen misgaan. En het tweede punt was de geïsoleerdheid? Ja, je ziet dat er regelmatig, zeker wanneer het grotere, complexere systemen zijn, dat er uitvragen worden gedaan, sec door één omgeving, terwijl die omgeving niet alleen op zichzelf staat. Om een voorbeeld te geven, als je kijkt naar toeslagen, dan zie je dat je SEC aan de Belastingdienst kan vragen van, joh, gaan jullie de toeslagen invullen? Maar de Belastingdienst heeft wel te maken met heel veel ketenpartners. Bijvoorbeeld bij de gemeentes, bijvoorbeeld bij het ministerie van Sociale Zaken, bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën zelf. En dat betekent bijvoorbeeld bij het UWV. En dat maakt het complex, want dan zie je dat die systemen die je wel geïsoleerd zelf kunt uitvragen en neerzetten, misschien niet goed samenwerken met die andere systemen waar je mee moet gaan samenwerken om het uiteindelijk succesvol te doen. En aan het begin van zo'n aanbesteding blijkt dan dat de opdrachtgever, degene die de aanbesteding in de markt zit, al die aspecten nog niet goed daarin verwerkt heeft. Ik denk dat degene die... dan moet u definiëren wie u bedoelt met wie hem in de markt zet. Want degene die hem in de markt zet uiteindelijk, dat is over het algemeen zeg maar een afdeling inkoop. En die afdeling inkoop die voert uit wat er aan hun gevraagd is. Namelijk om een systeem op te leveren wat voldoet aan X, Y, Z. Dan kan ik iets nauwer formuleren inderdaad. Degene die de aanbesteding schrijft. Ja. Die heeft onvoldoende dan over dat soort aspecten in de aanbesteding nagedacht. Ik denk niet dat ze er onvoldoende, althans ik kan niet beoordelen of ze er onvoldoende over hebben nagedacht. Ik denk dat zij een uitvoering geven aan een opdracht die ze hebben gekregen. En dat ze dat volgens mij heel goed doen. Er zitten zeer bekwame inkopers bij de overheid, wat ik tegenkom. Zeer bekwame. Maar waar ligt dan het knelpunt in de aanbesteding dat u zegt dat er niet voldoende nagedacht is over het krachtenveld van de andere, de aankoppeling naar andere systemen waar u het net over heeft? Dat probeer ik uit te leggen in dat eerste voorbeeld, dat de opdrachtgever, daarom denk ik dat toeslagen in de tijd een goed voorbeeld was. Volgens mij was het 2007, mei 2007, dan werd er hier in de Kamer werd er gezegd van, we gaan toeslagen doen. En stak er iemand zijn hand op en die zei van, wij gaan dit doen. Op dat moment wisten ze in Apeldoorn al, als ze meekeken, wisten ze al, dat gaat nooit lukken op 1 januari 2008. En diegene die die hand opstak, dat was iemand in de Tweede Kamer? Volgens mij was dat de minister of de staatssecretaris. Ja. Het zal de staatssecretaris zijn geweest, vermoed ik. U had ook nog een derde aspect, een knelpunt bij de aanbesteding? Ja, als je naar het derde punt kijkt, dan zie je dat, wat ik noemde, is dat bedrijven heel graag willen. Bedrijven willen heel graag hun meedoen, ze willen graag omzet doen. In ieder geval op de momenten dat ze denken dat ze dat ook met een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de overheid. Dus een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste doelstellingen. En aan winst op kunnen maken?
De bedoeling is wel om winst te maken. Dat is de bedrijf, volgens mij de doelstelling van ieder bedrijf wat je voert. Dus ik mag hopen dat het de doelstelling van iedereen zal zijn om, als je aan een bedrijf werkt, om daar winst mee te maken. Ik vraag het even omdat u alleen in eerste instantie noemde om toegevoegde waarde te leveren voor de klant, maar nou, ook voor het eigen bedrijf. Ja, maar wel in die volgorde die ik noemde. Dus op het moment dat je graag mee wil doen, dan komt er een uitvraag. Je gaat antwoord geven op de vragen die gesteld worden. Als je ze niet weet, als ze niet duidelijk zijn, als je denkt dat het niet zou kunnen, wat dan ook, dan ga je nadere vragen stellen. Dat heet over het algemeen notas van inlichtingen die er dan worden gesteld. Er zijn wel voorbeelden waar er tot 10 of 11 notas van inlichtingen zijn. Je kunt zich voorstellen dat op het moment dat je bij, dat is wel een uitzondering, maar over het algemeen 3, 4, 5 notas van inlichting is helemaal niet vreemd, dat hoe meer notas van inlichtingen, hoe verder je in dat proces meegaat, hoe meer je een weg probeert te vinden om uiteindelijk te kunnen gaan aanbieden. En uiteindelijk wordt het eigenlijk steeds juridischer, want je gaat kijken en technischer, past het? Dus het gaat meer over de techniek en over of het echt juridisch allemaal nog wel past. En daarmee raak je steeds verder van de oorspronkelijke doelstelling af. Dus wat je ziet, wat wij vaak gebruiken in de termen van gaat het nou meer over het hoe of gaat het meer over het wat? Maar wat eigenlijk helemaal vergeten wordt, dus wat daarvoor komt, dat is het waarom. Wat is er eigenlijk nodig? Wat is eigenlijk de wens? En als de primaire opdrachtgever dan niet meer in beeld is, dan roep je denk ik over jezelf een risico af. Dank voor deze heldere uitleg. En als laatste had u laat nee zeggen als er wijzigingen door de opdrachtgever in de nog worden aangebracht. Ja. Kunt u daar compact nog iets over toelichten? Nou, ik denk wat je in een project kunt zien, dat gaat het dus niet alleen maar over de levering van gewoon systemen, maar als je een project ergens doet, dat er staat een einddatum op, of het algemeen staat er dus, er staat een bedrag op. Dus de scope is vastgesteld, het bedrag is vastgesteld en de tijd is vastgesteld. Nou, op het moment dat je steeds verder in de tijd komt, dan heb je kans dat er door voortschrijdend inzicht nadere vragen gesteld worden. Ik denk dat er heel vaak door de opdrachtnemer wordt gedacht van, oké, is een nadere vraag, we gaan er proberen een mouw aan te passen. We gaan dit proberen mee te nemen in plaats van direct aan te geven bij elke wijziging wat de impact daarvan is in tijd en in kosten. Je zou naar mijn mening direct moeten aangeven, dit was de oorspronkelijke opdracht met de einddatum 1 januari 2016, of dat wat dichterbij zeggen, 2015, en voor dit bedrag. U vraagt nu iets anders dan wat we oorspronkelijk hebben afgesproken. Dat betekent dat als we het of niet moeten doen, en dan blijven we vastzitten aan de prijs en aan de datum, maar als we dat wel doen, is dit de impact qua geld en is dit ook de impact qua tijd. En dan heb je een gesprek met elkaar of je dat wel of niet wil. En ik denk dat dat dus te weinig gebeurt, omdat mensen graag, omdat je de overheid daarin ook wil helpen, dat je denkt, nou het past wel, dus de ruimte die je misschien had, die is op een gegeven moment opgesoupeerd. Dan kom je aan het einde van het traject, dan heb je niks gezegd als opdrachtgever. En dan in één keer zegt de klant van, ja maar wacht even, nu ga je me ineens zeggen dat het duurder wordt. Of nu ga je ineens zeggen dat het langer gaat duren. En dan krijg je meteen een wrijving met elkaar. Over het laatste aspect zullen we inderdaad verderop in de vraag ook nog op ingaan. U heeft een aantal heldere knelpunten aangegeven. Wat zijn voor u redenen om niet aan een aanbesteding mee te doen? Dat je geen passende oplossing hebt. Dus dat er iets gevraagd wordt waarvan je zegt van ja, dat hebben wij niet of dat kunnen we niet. Dat je weet dat je het nooit zult winnen. Bijvoorbeeld omdat er al een bedoeling is dat er een ander uitkomt of een andere oplossing dan je zelf hebt. Dat je het niet tegen een gewenste prijs kunt doen. Dat zijn denk ik de voornaamste redenen. En hoezo dat de bedoeling is dat er een ander uitkomt? Die aanbestedingen zijn volstrekt, tenminste dat is de bedoeling, volstrekt neutraal, waardevrij en noem maar op. Dat is zeker de bedoeling, maar dat is niet altijd de ervaring. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, je hebt een verschil tussen, de bedoeling is dat uitvragen functioneel worden uitgevraagd. De ervaring leert dat er heel vaak specifiek wordt uitgevraagd. Specifiek uitvragen is, ga ik even buiten de ICT, specifiek uitvragen zeggen, ik wil een zilveren Mercedes hebben die 1,62 meter hoog is en 4,32 meter lang is. Dus toevallig maar één leverancier die heeft. Dan is het vrij lastig om dat ergens anders te vinden. Functioneel zou je eigenlijk moeten uitvragen, dan zou je alleen moeten zeggen, ik wil van A naar B. En misschien, ik wil van A naar B en als het regent moet het niet of iets zijn waar ik binnenin kan zitten of wat dan ook. Maar dat zijn dingen waar meerdere partijen een invulling aan kunnen geven. Ervaring leert dat, wat ik net aangaf, ICT is ontzettend complex. Dat ook een enorm beslag legt op inkoop van ICT.
inkoop van ICT is niet altijd goed in staat om, zeg maar, een onderscheid te kunnen maken op het moment dat er geen merken meer in staan, dat er niet meer Mercedes in staat, of dat er niet meer HP of IBM of Microsoft of Oracle of wat dan ook allemaal in staat, dan denken ze, oh, dit is functioneel uitgevraagd, want die namen staan er niet in. Terwijl er misschien wel omschrijvingen in staan die alleen maar voldoen aan. Dus als er geen Mercedes-Benz wordt gevraagd, maar er staat wel een verplichting dat er standaard op het voertuig een ster op de motorkap moet zitten, dan denk ik toch dat je maar bij weinig auto's kunt uitkomen. Hoe vaak wordt er eigenlijk zo'n aanbesteding toegeschreven op zo'n leverancier? Hoe vaak? In de zin van hoeveel keer? Of, gevoelsmatig een percentage van hoe vaak komt u dat tegen? Nou, ik zou dat onderscheid willen maken of het per intentie functioneel wordt uitgevraagd of niet. Als het per intentie is, dan denk ik dat dat nauwelijks voorkomt. Echt nauwelijks. En als het per ongeluk voorkomt, en dan komt het voor door het punt wat ik net als laatste noemde, dan zal dat veel vaker het geval zijn. Dat zien we echt met de aanvraag van infrastructuurcomponenten met een flinke regelmaat. Soms in ons voordeel, soms in ons nadeel. U had zo net ook over dat inkopen, de aanbestedingsprocedure, erg duur is. Is er ook een reden, de omvang van de bidkosten, dat men niet meedoet aan de aanbesteding? Ja, maar die kwalificatie doe je eigenlijk vooraf al. Dus wat wij doen vanuit HP, wij kijken over het algemeen, kijken we naar 4 hoofdvragen. Daar zitten wel allemaal subvragen uiteraard in, maar we kijken naar 4 hoofdvragen. En een van die hoofdvragen is van, is er daadwerkelijk een traject? Gaat dit daadwerkelijk plaatsvinden? Is dit iets wat alleen maar wordt gevraagd of gaat dit daadwerkelijk? Dus wat is de kans dat het ook gaat komen? Het tweede is, kunnen we aanbieden? Dus zijn wij in staat om daar een passende invulling aan te geven? De derde vraag is, willen we aanbieden? En de vierde vraag bij ons algemeen, kunnen we ook succesvol aanbieden? Voor een grote organisatie zoals u zijn de bidkosten zijn wel hoog, maar u kunt ze nog wel terugverdienen. U kunt ze terugverdienen, dat hoeft niet altijd. Over het algemeen wel. Het is niet zo dat wij een traject instappen. Nou, we hebben wel eens, denk ik, trajecten waar er aansprakelijkheden geëist worden, waar geen grenzen aan zitten. Nou, in dit geval HP, gevolgschade, gaan wij nooit op in. Dus als er uitvragen zijn waar er onbegrensde gevolgschade kan worden toegepast, dan schrijven wij niet in. Hoe makkelijk, voordat ik naar een ander onderwerp overga, hoe makkelijk of moeilijk is het om een bezwaar tegen te maken als een aanbesteding naar een andere leverancier wordt toegeschreven per ongeluk? Heeft u dat wel eens geprobeerd? Ja, met grote regelmaat. Sterker nog, dat doen we denk ik altijd. En wanneer het naar ons toegeschreven lijkt te zijn, bewust of onbewust, dan denk ik dan weet ik ook dat onze concurrentie dat ook doet. Wat komt er dan uit zo'n bezwaarschrift? Wisselend. Soms wordt er teruggetrokken en wordt er opnieuw alsnog functioneel uitgevraagd. Soms wordt het niet teruggetrokken en wordt het aangepast. En soms wordt er niks mee gedaan. Omdat ze zeggen van ja, we hebben een reden en dan wordt er gekeken van nou ja. En dan het meeste waar je dat tegen zult komen is wanneer er denk ik een enorme tijdsdruk op zit. Dat zeggen we kunnen ons niet veroorloven om nu dat hele proces stop te zetten. Mijn persoonlijke mening daarbij is dat je daarbij wel het risico op loopt dat je uiteindelijk het hele traject doorloopt, dat je veel geld opsoupeert, dat er uiteindelijk een uitkomst uit is waar een partij niet tevreden mee is, dan alsnog zeg maar de Alcatel-periode gebruikt om bezwaar te maken en de zaak alsnog stil komt te liggen. Dus dat zou nooit mijn voorkeur hebben. Van Fokker. We hebben het nu zojuist al even gehad over problemen bij de aanbesteding. Wat wij ook wel graag willen weten, hè, u zei, gaf en passant ook al wel een paar oplossingsrichtingen. Maar hoe zouden we problemen bij de aanbesteding kunnen oplossen? Dat is een vrij ruime vraag. Er zijn heel veel dingen die zouden kunnen helpen. Wat in ieder geval naar mijn mening zou helpen, is dat er meer mogelijkheden zijn om met elkaar in gesprek te zijn. Over het algemeen bij een aanbesteding, op het moment dat de aanbesteding gestart wordt, en meestal al uit uit verstandige overwegingen is dat al eerder zo, gaan alle deuren dicht. Dus er zijn geen mogelijkheden meer om met elkaar in gesprek te zijn. Ik denk dat het verstandig is dat je ergens wel de mogelijkheid overhoudt om met elkaar dat gesprek te kunnen voeren. Dus door aan te kunnen geven, en dan heb ik het niet zozeer aan te kunnen geven aan de inkoop en aan de legal kant. Want volgens mij zit de uitdaging veel meer aan de voorkant.
dat je in gesprek kan zijn met de primaire business owner, zakenowner, om daarmee het gesprek te kunnen voeren van, joh, let op, dit is wat er op dit moment gebeurt, dit is de uitvraag, dit zijn naar onze mening de risico's die je gaat lopen. Of het nou gebeurt bij op de momenten dat je denkt van, hey, er wordt hier iets uitgeschreven op een concurrent van ons en het gaat niet over hele grote en ook op een lage impact daarvan, dan maak je je keuze of je zeg maar die moeite gaat nemen of niet. En hoe kijkt u dan, want je hebt natuurlijk ook verschillende aanbestedingsvormen. Een van de vormen is de best value procurement. Hoe kijkt u daar tegenaan? De prestatieinkoop noemen we dat. Prestatieinkoop noemen we dat natuurlijk. Hoe ik daar tegenaan kijk, ik denk dat dat een middel is wat de overheid, denk ik, verder zou moeten. Het staat nog redelijk in Nederland, zeg maar, in zijn kinderschoenen. Dat is nog niet iets wat overal wordt toegepast. Ik denk dat de overheid er verstandig aan zou doen om daar vaker gebruik van te maken, om daar meer naar te kijken. Ik denk dat je daar veel meer namelijk wegkomt van de punten die ik net noemde, waar je het meer over specs en prijzen hebt. Dus je komt veel meer, krijg je een gesprek over kwaliteit en over prestatie. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik denk wel dat je heel goed moet beseffen dat het één heel complex is. Het is niet makkelijk om dat te doen. En ten tweede dat je het ook lang niet overal voor kunt toepassen. U zegt het is heel complex, maar je kunt ook zeggen als je bij voorbaat, hè, als je achteraf, want in de hoorzitting wordt ons ook wel duidelijk dat er achteraf heel vaak tijdens het proces heel veel discussie. Maar je zou ook kunnen zeggen misschien ben je dan wat langer en uitvoeriger met elkaar in gesprek bij de aanbesteding. Maar heb je minder problemen in het traject? Is dat wel wat u waarneemt als je voor deze vorm kiest? Nou, dat sluit aan bij wat ik net bedoelde te zeggen. Dat is dat je goed moet kijken voor wat voor projecten het doet. Dus voor grote, omvangrijke, complexe projecten zou ik het zeker adviseren om te doen. Maar gaat het bijvoorbeeld over de aanvraag van 3 nieuwe racks voor in het datacenter, waarbij, omdat er gewoon wat extra capaciteit nodig is, daar moet je niet een best value procurement prestatieinkoop voor gaan gebruiken. En u zegt net, het staat eigenlijk in Nederland nog in de kinderschoenen. Kunt u ook aangeven hoe vaak u vanuit HP het wellicht al heeft toegepast? Wij hebben het naar mijn mening 3 of 4 keer hebben toegepast. En een reden waarom ik het onder andere een goed systeem vind, is dat we op een gegeven moment een opdracht wonnen via dit systeem. Dat was volgens mij ook de eerste waar wij er aan meededen. Toen dachten we, hé, dit is een mooi systeem. Omdat we dachten, hé, dat gaat goed. Daarna hebben we bij een andere opdracht hebben we het op exact dezelfde wijze aangepakt. En daar werden we, geloof ik, de nummer 7 van de 7. En dat geeft mij eigenlijk een bevestiging dat er dus niet één manier is waarop je met een trucje of wat dan ook het altijd kunt winnen. Maar dat je dat het echt afhangt van de case en hoe je dat doet. We hebben het op identiek dezelfde manier. Het was ook echt appels met appels. Nou ja, redelijk appels met appels vergelijken. Hebben we het op dezelfde manier aangevlogen. En de ene keer word je eerste en de andere keer word je 7e van de 7. Dus ik vind het natuurlijk jammer, maar ik pleit er wel voor om. Voor mij bevestigt dat een middel is wat je heel goed zou kunnen inzetten. Het is een eerlijke middel. Je kijkt meer naar de prestaties en je kijkt meer naar de kwaliteit. Dus hetgene wat je beoogt te bereiken zit veel dichter bij hetgene wat de primaire business owner, de opdrachtgever, ook daadwerkelijk wil. Omdat je moet laten zien dat je dit ook kunt. En je gaat dus niet alleen maar kijken, ben je de goedkoopste erin. Zou u het sowieso verstandig vinden dat wel meer wordt gekeken naar prestaties die je eigenlijk in het verleden hebt behaald bij een aanbesteding? Of zegt u van, nou ja, je loopt natuurlijk misschien dan ook wel het risico, het voorbeeld wat u gaf van de auto die net gevraagd werd, dat juist die auto wordt gevraagd omdat je uit het verleden weet dat de prestaties van een partij goed zijn? Nou, dat laatste is volgens mij niet mogelijk, omdat je bij best value procurement, om toch die naam nog te gebruiken, dat je bij best value procurement niet de mogelijkheid hebt om te gaan zeggen, we willen per se die auto hebben. Dus je krijgt namelijk weer een veel meer functionele uitvraag. Het gaat namelijk niet meer over die specs en die prijzen, maar je zit vergeleken met het eerste punt wat ik noemde bij de valkuil van verwachtingmanagement, zit je heel, heel sterk aan het begin. Dus je zit echt bij de primaire opdrachtgever. De opdrachtgever zal dus heel goed kunnen kijken van, ik wil een systeem wat dit en dit kan en wat dit en dit doet. En als iemand anders daar dan mee komt en die laat zien dat hij dat kan, dan is het volgens mij beter dat je dat in zo'n construct doet dan in een ander construct. Mevrouw Raanselt. Tijdens de knelpunt van de aanbestedingen heeft u zo net toegelicht dat de industrie alles doet om af en toe aan te bieden. En we hebben hier ook een jurist gehad van het ministerie van Veiligheid en Justitie of Hoofdjuridische Zaken, de heer Leter.
En die zei iets soortgelijks. Die zei dat het bedrijfsleven te vaak en heel bewust de hand overspeelt bij inschrijvingen op aanbestedingen. En ik wilde toch nog aan u vragen, klopt dat wat hij zegt? Als u mij kunt toelichten wat wordt bedoeld met de hand overspeeld bij aanbestedingen, dan kan ik er antwoord op geven. Het is eigenlijk wel, zoals hij het ook toegelicht heeft in het gesprek, is dat de industrie inschrijft op de aanbesteding, maar eigenlijk van tevoren al weet dat ze het onder die voorwaarden, met dat tijdslot en met die hoeveelheid geld, het toch niet gaan redden. Niet misschien letterlijk zoals u het zo formuleert. Ik zou het iets anders formuleren, wat denk ik wel in de lijn is van wat, waar u naar zoekt. Bied je wel eens iets aan waarvan je weet dat dat niet gaat werken? Ja. En in welke situaties gebeurt dat dan? Op het moment dat er iets wordt uitgevraagd. Ik blijf even in het voorbeeld van auto's. Op het moment dat er een auto wordt uitgevraagd zonder stuur. Dus alles wordt omschreven waar het aan moet voldoen, maar er staat niet in dat er een stuur in moet zitten. Dan kun je zeggen, ik ga een stuur aanbieden erbij, want anders gaat die auto niet rijden. Maar als je weet dat dat stuur je aanbieding, weet ik wat, 7% duurder maakt, dan weet je dat je daarna helemaal niet meer hoeft mee te doen, omdat je jezelf uit de markt prijst. Dus als het niet wordt gevraagd, dan wat je dan probeert te doen via nota van inlichting aan te geven, joh, je hebt ook een stuur nodig, want anders gaat die auto, kan je die auto niet bereiden. Als dat dan toch blijft, we blijven bij dezelfde, op de punten zoals we net noemden, we blijven bij dezelfde uitvraag, dan bied je hem aan zonder stuur. En dan gaat die auto niet rijden en dan wordt het daarna, op het moment dat de opdracht gegund is, wordt het duurder. Want de bedoeling is dat die auto uiteindelijk toch gaat rijden. Dus dan zal er alsnog een stuur in moeten komen. Je hebt de keuze, uiteindelijk maken wij in onze kwalificatie, maken we de keuze, bieden we aan of bieden we niet aan. Dat is een heel belangrijk proces daarvoor. Dat wil dus niet zeggen dat je overal op aanbiedt, dat iedereen altijd overal op aanbiedt. Ik kan natuurlijk met name voor onszelf spreken, maar ik weet dat het ook bij anderen is. Je doet dus in je kwalificatie, bied ik door die vier hoofdvragen die ik net noemde, maak je de keuze, bied ik aan of bied ik niet aan. Als je eenmaal besluit om aan te bieden, dan ga je kijken op welke wijze kan ik hem winnen. Dan heb je te maken met wensen en eisen. Op het moment dat je een eis niet aan kunt voldoen, hoef je net zo goed niet in te schrijven. Dus je zult er alles aan doen, meestal via de nota van inlichtingen, of via goed kijken wat er mogelijk is, om aan alle wensen het liefst, maar ook aan alle eisen te kunnen voldoen. En anders trek je alsnog terug en dan bied je niet aan. En men weet dan van tevoren dat men een auto aanbiedt zonder stuur. Is dan nooit de afweging van tevoren, moeten we dat eigenlijk wel doen, want straks krijgen we gedoe met de opdrachtgever, met de overheid. En die gaat ons houden aan het feit dat we het moeten maken binnen de gestelde tijd en financiën. Ik denk als de overheid een vraag stelt om een auto aan te leveren zonder stuur, je hebt dat van tevoren gemeld, misschien wel meerdere keren gemeld, misschien wel op verschillende plaatsen gemeld, en toch komt er een uitvraag om een auto te leveren zonder stuur, dan denk ik dat je geen probleem hebt op het moment dat je een auto zonder stuur levert. Is de Nederlandse overheid inderdaad zo stom dat zij aan de ICT-markt vraagt, wilt u een auto zonder stuur voor ons maken? Dat is uw kwalificatie. Ik zal een ander woord gebruiken, zo onverstandig. Om dat te vragen, is die vergelijking gewoon heel beeldend? Of zegt u nee, echt vergeleken met ICT-projecten, is ons als markt wel degelijk wel eens gevraagd om een auto zonder stuur te maken? Ik weet niet of het zo onverstandig is. Ik denk dat het allemaal terugkomt op dat eerste punt van het verwachtingmanagement. Die inkooporganisatie, laat ik die even noemen als de uitvragende partij, de uiteindelijk uitvragende partij, die zit met dat compromis wat ze moeten sluiten. Ze moeten een invulling geven, want er moet een uitvraag worden gesteld. Terwijl er eigenlijk al in die stappen daarvoor, vanaf het moment dat iemand bijvoorbeeld in de Kamer zijn hand heeft opgestoken en een DG daarna zegt, ik ga het doen. Wie was dat eigenlijk in de Kamer die toen zijn hand opstak? Sorry? Wie was dat toen de tijd die in de Kamer zijn hand opstak bij de toeslagen van de belastingen? Weet u dat nog? Ik zou niet weten, maar dat kunt u volgens mij. Er zitten in ieder geval drie mensen aanwezig die zeker toen al ook in functie waren. Ik zou niet weten. Ik neem aan dat de staatssecretaris was in de tijd van Wouter Bos. Maar gaan we naar. Ja. Maar er werd gezegd, en volgens mij was het in mei ergens, er staat mij bij. En het is of 2006 naar 1 januari 2007 toe, of het was 2007 naar 1 januari 2008 toe, toeslagen, toen dat besluit werd genomen wie gaat de toeslagen innemen, welk departement gaat dat op en welke dienst gaat het opgenomen, werd uiteindelijk van het ministerie van Financiën werd gezegd, en dan neem ik even aan dat het de staatssecretaris was, niet de minister, werd gezegd, wij gaan de toeslagen doen. En op dat moment, wat ik nu net vertelde, in Apeldoorn wisten ze al dat dat niet kon. Op het moment dat er dus een, om terug te komen naar uw vraag, meneer Elias,
Op het moment dat die vraag wordt gesteld, heeft het niet te maken met stom of onverstandig. Het heeft te maken dat er mensen een opdracht krijgen om een vraag in de markt te zetten. En die moeten gaan schipperen tussen wat er mogelijk is. Op het moment dat je het heel ruim formuleert, krijg je weer de wildgroei die je ook niet wil. Dus je wilt, uiteindelijk wil je het gaan kaderen. En als je dan dat gaat kaderen, dan doe je dat met de mogelijkheden die je hebt. En helaas kom je dan heel vaak uit bij specs. Specificaties. Laten we het dan zeggen onwetend in plaats van dom of onverstandig of wat dan ook. En laat desnoods het beginpunt van die vraag hier in dit huis liggen en we het wel degelijk eventueel ook stom mogen noemen. Waar het om gaat is, komt het voor? Is het een aardige metafoor die u gebruikt of is het daadwerkelijk zo dat het voorkomt dat in ICT-termen, om welke reden dan ook, aan de markt wordt gevraagd, lever een auto zonder stuur? Ja. En dat de markt vervolgens zegt, volgens mij is het niet handig om een auto zonder stuur te leveren. Ja. En dat vervolgens diezelfde overheid zegt, ja, je zal wel gelijk hebben, maar het is toch wat we bij je willen bestellen. Ja, en waarom, als dat voorkomt? Omdat het dan niet over de grootste, ingewikkeldste, moeilijkste producten gaat. Dan gaat het uiteindelijk over de aanschaf van gewoon systemen. Dan heb ik het niet over de aanleg van een tunnel. Dan heb ik het ook niet over de aanleg van een weg. Dan hebben we het gewoon over de aanleg van bepaalde hardware. Die je koopt. Gaat u wel. Maar het punt ligt, naar mijn mening, ligt erin dat de opdrachtgever niet meer in beeld is nadat hij de opdracht heeft gegeven. En mijn advies zou zijn aan de commissie om te gaan borgen naar de toekomst toe dat de primaire procesowners en de primaire owners, dus de zakelijke owners, wat wij mooi de business owners noemen, dat die aanwezig zijn in het begin, maar ook aanwezig blijven gedurende het proces en niet alleen maar in het begin. En dat is bij een departement idealitair de CIO? Nee, de CIO, nee, ik denk dat dat een DG is. Een directeur-generaal van het departement. Ja, en bij hele grote trajecten zou dat naar mijn mening ook een minister of een staatssecretaris kunnen zijn. Maar dat is uiteindelijk. En daar moet men weten wat ze doen. Nou, daar moeten ze weten wat de impact is. Daarom noemde ik het net ook, en dat is het voorbeeld van Belastingdienst zo goed. Ik denk dat de Kamer in eerste instantie moet weten op het moment dat ze een vraag stellen, moet ze weten wat is de impact daarvan op de ICT. Dat is de reden volgens mij dat meneer Wiebes heeft gezegd van we trekken de huishoudtoeslag of huishoudenstoeslag, wat een miljard gaat opleveren, gaan we toch niet doen. Waarom? Omdat de IT-systemen zitten uitermate bekwame mensen bij de Belastingdienst, zowel in Den Haag als in Apeldoorn. Maar in Apeldoorn waar dan de IT draait, hele bekwame mensen, maar die kun je niet met een onmogelijke opdracht in zee sturen. Dat betekent dus dat je aan de voorkant, in dit geval is het dan dit voorbeeld van deze week, de staatssecretaris die zegt, ik ga dat niet doen. We gaan die vraag niet stellen aan onze mensen in Apeldoorn. En ik denk dat dat heel verstandig is. En ik denk dat er vaker zo naar gekeken zou moeten worden. En ik ben het dus eens met wat meneer Meijer hier zei, op soortgelijke vragen. Een Kamerlid zou moeten weten wat de gevolgen zijn van wat hij vraagt. Het zou mooi zijn als hij het zichzelf zou realiseren. Als hij dat niet doet, dan moet hij het te horen krijgen. In ons systeem loopt dat via de minister of de staatssecretaris. Die moet het hem dan vertellen. Die moet het dan ook weten. En dus moet zijn apparaat het weten. Het apparaat moet het hem ook nog een keer vertellen. Als het zo is gesteld, ben ik er helemaal mee eens. De heer Udebelt. Volgens mij mag in de Nederlandse wet een garage niet een auto zonder stuur verkopen, want dan breng je mensen in gevaar. Heeft u wel eens overwogen om, als het uit de Tweede Kamer is gekomen, om dan zelf rechtstreeks aan de Kamer te melden, jongens en meisjes, allemaal mooi en aardig, maar jullie kopen een auto zonder stuur. Niet doen. Nee, naar de Kamer toe. Nou, of het overwogen hebben, weet ik niet. Zoiets komt altijd misschien wel eens op, maar niet serieus overwogen dat we daar stappen hebben ondernomen. Misschien ook wel omdat de zaken die wij doen met de overheid. U bent ons niet in die 7 projecten, of 6 van de 7 projecten komt u ons ook niet in tegen. Dus de dingen die wij doen, die spelen zich over het algemeen meer af bij de bedrijfsvoering, bij de ICT van de bedrijfsvoering. En dat zijn niet de zaken waar in eerste instantie meteen naar de minister toe zal gaan. En soms ook gezien de omvang daarvan. Dus ik weet niet of je naar de minister moet gaan. Ik denk wel dat je uiteindelijk wat wij wel doen, is mensen aangeven van joh, wij denken dat hier dingen misschien niet goed gaan. Let op, want dit zou kunnen betekenen dat jij op het matje moet komen bij jouw manager. Of dat jouw manager op het matje moet komen bij de DG. Of dat de DG bij de SG. Of erger nog, dat de minister in de Kamer ter verantwoording wordt geroepen. Dus dit zijn volgens mij de valkuilen. Wat daar dan mee wordt gedaan, laten we dan op dat moment op die plaats over. Maar sommigen die bevelen aan dat ICT-leveranciers in Nederland een zorgplicht opgelegd moeten krijgen.
een onderdeel daarvan zou kunnen zijn, als het om veel geld gaat, waarschuwen het parlement. Zou u daarvoor zijn? Ja. En dat veel geld zou misschien wel eens een stuk lager kunnen liggen dan heel veel mensen denken dat nodig is. Mevrouw Fokker. Mag ik misschien nog een voorbeeld geven over zorgplicht daarin? Ja. We hebben bij een dienst van de overheid hebben wij bijvoorbeeld, ik denk een jaar of 4 geleden, hebben wij geconstateerd dat de, ik ben niet technisch, dus ik zal het niet op die manier uitleggen, maar dat de actieve data van die dienst, die dreigde te worden dat die werd overgeschreven door nieuwe data. Dat betekent dat dus de data die je nodig hebt, dat er onvoldoende opslag was in de systemen. En dat betekent dat je je data kwijtraakt, omdat je het daar overheen gaat opschrijven. Nou, wij kunnen dan denken, joh, prima, en je kunt alleen maar kopen, kopen, kopen. Wat wij vanuit een commercieel perspectief misschien alleen maar prettig vinden. Wij hebben daarbij gemeend dat zeker niet te doen. En wij hebben dus de waarschuwing gegeven van, let op, je bent bezig nu om je actieve data te gaan overschrijven. Daar is op dat moment direct op geacteerd. Ik heb zelden zo snel binnen de overheid een beslissing genomen zien worden. Het gebeurt ook. De heer Ulebelt zei, het kan dus ja, wel. Ja, ik hoor het. Voor de noodhulen. Mevrouw Fok. Ja, ik wil het graag heel kort met u hebben over hoe u aankijkt tegen de contracten van de Rijksoverheid. En dan met name, wij horen wel eens dat de voorwaarden die in contracten van de Rijksoverheid staan, veel strenger zijn dan contracten die je normaal gesproken in het bedrijfsleven met elkaar afsluit. Herkent u dat? Ik ben blij dat u het er kort met mij over hebben, want ik ben daar niet een expert in. Maar ik herken dat wel. Dat heeft onder andere te maken met de eenrichting die erin zit. Het is take it or leave it, neem het of laat het daarin. Dit zijn de voorwaarden en daar zul je aan moeten houden. Waar je in het bedrijfsleven veel vaker zeg maar, met elkaar kunt onderhandelen of bespreken van joh, laten we dat artikel zo aanpassen en laten we dit zo aanpassen, want dat sluit meer aan bij de behoeftestelling. Er staat met grote regelmaat staan er boeteclausules en schadevergoedingen staan erin. En ik denk dat dat ook opstapelend aan elkaar dat dat te veel is wat je zou moeten vragen en dat je dat niet moet willen. Ik denk eerder dat je naar een bonus-malus systeem zou moeten gaan. Want op het moment dat je 3% niet voldoet, is dan alles meteen helemaal slecht? Of zou je moeten zeggen van oké, laten we voor dat gedeelte kijken wat we met elkaar gaan bespreken daarover? Zou u ook de vraag kunnen beantwoorden waarom misschien de overheid dit soort dingen? Want wij hebben ook inderdaad vernomen, heel veel boeteclausules. Er wordt ook wel eens gesproken over een soort geladen pistool, om dat gewoon even zo weer te geven. Waarom de overheid dat doet? Nee, dat zult u moeten vragen aan de overheid zelf. En vervolgens, want het staat er natuurlijk dan allemaal in. En dan zou je verwachten dat je uiteindelijk teken je met z'n allen een contract. Dan staat het erin. Maar als het vervolgens, als dan wederzijds partijen elkaar niet houden aan de overheid of aan de overeenkomst, is dan ook de overheid snel de partij die dan naar de rechter stapt? Want dat zou je dan verwachten als je zoveel clausules bij voorbaat opneemt en zegt van hier en hier moet het aan voldoen. Als er dan niet aan voldaan wordt, stap je wellicht naar de rechter. Doet de overheid dat ook? Nou, u stelt het op twee verschillende manieren. U zegt snel naar de rechter stappen en wellicht naar de rechter. Als u zegt snel naar de rechter, ben ik het daar niet mee eens. Als u zegt wellicht naar de rechter, dat is altijd een overweging. Dus dan zou het antwoord ja zijn. Waarom je dat niet snel doet? Omdat ik denk in elke situatie waar je in zit, of het nou privé is of zakelijke, met de overheid of niet met de overheid, je gaat op het moment dat er ergens wrijving is en je lijkt er niet met elkaar uit te komen en je staat niet meer naast elkaar op dezelfde manier ernaar te kijken, dan ga je volgens mij eerst met elkaar praten. Je gaat niet zeggen, hé, ik zie dat je daar dit en dit mist, ik ga meteen naar de rechter toe. Dat lijkt mij, dan is er nou niet echt sprake van een goede verstandhouding met elkaar. En de intentie, mag ik hopen, is van beide kanten altijd dat je er samen met elkaar uit gaat komen. Dus dat je eerst met elkaar gaat praten van, hé, wat is er aan de hand en waar komt dat door? En vanuit wat er aan de hand is en waar komt dat door, ga je waarschijnlijk kijken van, kunnen we het samen oplossen? En als je het niet kunt oplossen, dan moet je kijken, wat zijn er dan voor middelen om het wel op te lossen? En er zijn misschien verschillende mogelijkheden in. En een van de mogelijkheden, ik denk dat dat een ultiem middel is, dat je zegt, nou, we komen er niet uit, we stappen naar de rechter toe. En ik denk dat de andere kant, dus in dit geval de leverancier, dat precies hetzelfde zou moeten doen. Maar herkent u dan het beeld, hè? Je hoopt natuurlijk altijd dat partijen eruit komen en dat je er gewoon op een normale manier met elkaar uitkomt. Maar we hebben hier recent meneer Leter gehad en die zei eigenlijk van, nou ja, stel dat het wel
zou moeten escaleren, mm-hmm. dan de overheid stapt gewoon niet snel. Hè. De overheid betaalt liever aan de leverancier dan dat de overheid daar een procedure van maakt. Herkent u dat beeld? Nee, kan ik niet beoordelen. Nee. Ik denk dat het, ik kan me voorstellen dat dat gebeurt, maar het is niet zo dat ik zou niet een voorbeeld hebben waar ik denk van de overheid betaalt liever dan dat ze naar de rechter stappen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat er mensen geen belang hebben om naar de rechter te stappen. En een van die redenen daarvan kan zijn, is dat naar de rechter stappen, dat het betekent dat het proces stil komt te liggen, het project stil komt te liggen, en dat je misschien een hele ongewenste vertraging gaat krijgen, waar je uiteindelijk ook niet wil dat de oorspronkelijke opdrachtgever in de knel komt te zitten, en misschien wel die opdrachtgever met alle ketenpartners die daar ook nog eens een keer aan verbonden zijn. Dus ik denk dat het inderdaad een ultiem middel moet zijn. Als je er niet met elkaar uitkomt, ja, dan ga je... Ik denk dat je eerder nog uit elkaar gaat dan dat je naar de rechter gaat. Ik wil eigenlijk nu over met u naar een ander onderwerp. Want we hebben nog heel veel onderwerpen met u te bespreken. En voordat we weten... Nog steeds heel veel onderwerpen. Ja, we hebben nog steeds heel erg veel onderwerpen. Het zijn er al minder. Het zijn, ja, want als je besproken hebt, dan wordt het er vanzelf minder. Dat is dan het goede nieuws. Ik wil het graag met u hebben over dat de bestuurlijke top zo weinig betrokken is bij ICT-projecten. Uit ons onderzoek blijkt dat als je kijkt naar de overheid, dat bewindslieden en topambtenaren gewoon heel erg weinig betrokken zijn bij ICT-projecten. Herkent u dat beeld? Ja. En wat zouden we daaraan moeten doen? Zorgen dat ze betrokken raken. Maar op welke manier? Want zorgen dat ze betrokken raken. Wij willen ook graag, we willen leren, de overheid moet leren, maar het bedrijfsleven. Hoe zou de overheid dat dan anders moeten aanpakken? Ik denk wat we helemaal in het begin hebben gezegd. Door in je uitvraag, helemaal vanaf de start, die bestuurder mee te nemen. Die bestuurder heeft... Die heeft te maken... Governance is, de Achilleshiel van zowel de overheid als van het hele ICT-stelsel binnen de overheid. Je hebt te maken met... ik heb het hier volgens mij aan een aantal van u al eens eerder genoemd, een ondoordringbare muur van bedrijfsvoeringsapathie. Je hebt te maken met bestuurders die in hun vak heel goed zijn, maar uiteindelijk onbewust onbekwaam zijn met betrekking tot ICT. Wat niet zo gek is, want ze zitten daar om een andere reden dan vanwege hun ICT-kennis. Dus die ICT is heel erg complex, die is heel erg moeilijk, wat ik al een paar keer heb aangegeven. Dat betekent dat ze dus die vraag stellen, dat ze die behoefte hebben en dat dat heel snel ergens wordt neergelegd. Van jongens, dit moet geregeld worden. Hoe je dat regelt, dat weet ik niet, maar het moet geregeld worden. Maar is dan ook duidelijk waar het wordt neergelegd? Is ook dat duidelijk of is dat zelfs bij de overheid? Nou, onder andere is daar het CIO-stelsel voor in het leven geroepen. En op een heel aantal gebieden werkt dat heel erg goed. Of het op dit gebied dan heel goed werkt, qua betrokkenheid van de bestuurder, ik zie dat het wel toeneemt, die betrokkenheid van de bestuurder, en de kennis van de informatievoorziening en van de ICT neemt wel toe, maar de veranderingen in die markt gaan zo ongelooflijk snel, en dat de impact ervan is ook ontzettend groot, en je komt, ik blijf erop terugkomen, je hebt heel vaak bij complexe zaken heb je te maken met heel veel in de keten, dus de complexiteit is niet dat ieder onderdeeltje zo moeilijk is, maar het is een gestapelde complexiteit. Dat maakt het zo moeilijk. Wie is er de regievoerder als je in een keten zit? Wie is er eindverantwoordelijk? Wie moet uiteindelijk naar welke minister toe? Welke minister wordt uiteindelijk ter verantwoording geroepen als er iets niet goed zou gaan? Dus die bestuurder die zit in een wereld waar hij zijn werk heel goed doet, maar de impact van ICT misschien onvoldoende ziet of te horen krijgt of ziet. En wat je naar mijn mening zou moeten doen, is kijken hoe je dus die betrokkenheid van die bestuurder door dat traject heen groter houdt. En dat doe je onder andere door een goede governance op te stellen. Dat doe je onder andere door een goede escalatiemodel in werking te laten treden. Waarbij je dus de mogelijkheid houdt, en niet alleen maar met degene die het uitvoert, maar ook met de top van je opdrachtnemer, dus van het bedrijfsleven, om die lijntjes met elkaar open te houden, om met elkaar te praten en om continu te toetsen, zijn we nog bezig met datgene wat we ooit oorspronkelijk bedoeld hadden, of hebben we inmiddels door allemaal wijzigingen, zijn we bezig om iets anders te maken en te fabriceren, wat vast wel werkend wordt opgeleverd, maar wat misschien uiteindelijk niet gaat werken in die hele keten. Dus op het moment dat je die bestuurder vanaf het begin af aan betrokken houdt daarin, denk ik dat je de kans verkleint dat het misgaat. Maar dan moet hem dus op de een of andere manier tussen de oren worden gestampt
dat het niet alleen een organisatorisch regelprobleempje is, dat ICT, maar dat het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is en dat hij er zelf ook voor verantwoordelijk is. Ja, en ik denk dat we dat de Kamerleden ook tussen de oren moeten stampen. Ja. Nee, dat is een heel terechte opmerking, denk ik. Dus wij kunnen eigenlijk wat dat betreft nog wel heel erg veel leren van het bedrijfsleven en lopen, als ik het even heel snel zeg, ook altijd wel een paar stappen achter. Als ik, u niet alleen veel kunt leren, maar ik denk dat u veel moet leren van bedrijfsleven op het gebied van ICT. U heeft geen keus. Alles wat u doet, overal waar dit huis mee bezig is, heeft altijd een connectie met ICT. Altijd. De vorige secretaris-generaal van Defensie gaf op een gegeven moment in een gesprek aan. Ik dacht, toen ging het over de toen nog JSF, nu dan de F-35. Ik dacht in het begin, toen ik de stukken las, dat ik een vliegtuig ging kopen. Maar ik kwam er al redelijk snel achter dat ik geen vliegtuig ging kopen, maar een informatiesysteem. Alles wat er gebeurt, heeft te maken met ICT. Of het nou over veiligheid gaat, of dat het over milieu gaat, of dat het over onderwijs gaat, of dat het gaat over buitenland, over binnenland, over alles. Alles heeft een link met ICT. Dat betekent dat ICT strategisch zou moeten zijn voor elke beslissing die genomen wordt. Dat betekent dat je te maken hebt met strategische keuzes. Dat zijn geen keuzes die moeten liggen bij de CIO. Dat zijn keuzes die moeten liggen helemaal in het begin. En dat is bij u. We hadden hiervoor de heer Breedveld, CEO van Ordina. En hij zei eigenlijk dat voor hem gold dat grote overheids-ICT-projecten altijd verliesleidend zijn. Herkent u dit beeld? Vanuit zijn kant wel, als ik gewoon naar de pers kijk, dat regelmatig gebeurt. Volgens mij heeft Ordina bij zijn jaarcijfers aangegeven dat ze... Dat het heel moeilijk is om winst te maken op overheidsprojecten. Dus vanuit zijn kant herken ik dat beeld. Maar vanuit uw eigen kant? Nee, maar wij doen niet dat soort projecten. En als u breder kijkt in de sector? Kan u zijn, zegt u dat het beeld wat u krijgt van zijn bedrijf, geldt dat voor alle andere bedrijven die dus soortgelijke taken doen? Die soortgelijke taken doen, weet ik het niet. Dat kan ik niet beoordelen. De meeste zijn beursgenoteerde bedrijven, dus denk ik dat u dat kunt nagaan. Helder. Ik wil nog met u hebben over de rijksbrede aanpak van ICT-diensten die nu ontstaat. Want een belangrijk deel van de I-strategie van het Rijk gaat over de vraagbundeling van de generieke ICT-dienstverlening van het Rijk om zo de kosten te besparen. Wat vindt u van deze strategie? Ik vind de strategie erg verstandig. Vind ik erg goed. Ik denk dat die ook goed loopt, dat goed start. Er zijn altijd punten die complexer zijn, die lastiger zijn en weerbarstiger zijn in de werkelijkheid dan alleen maar in de plannen. Maar ik vind dat een erg verstandige beslissing, net zo goed als de keuze om meer zelf te doen en proberen zoveel mogelijk kennis zelf in huis te halen. Daar ben ik een groot voorstander van, dat de overheid zelf essentiële kennis in huis heeft. En dan heb ik het niet over bijvoorbeeld beheer en exploitatie. Ik zou beheer en exploitatie, dat zou ik nou aan de markt overlaten. Maar ik zou uiteindelijk bij de kritische onderwerpen, zou ik altijd zeggen, dat moet je met je eigen mensen doen, dat moet je zelf kunnen. Want anders ben je ook geen goede gesprekspartner meer met de partij die dat vanuit de leverancierskant doet. En dan loop je allemaal risico's die je niet wil. Dat zijn voordelen aan die concentratie van ICT-diensten. Zitten er ook bepaalde nadelen daaraan vast? Nou, een nadeel kan zijn dat het zo complex weer is, dat het zo moeilijk is, dat het lastig is om te zien wat de impact op de keten daarbij is. Kunt u dat iets meer toevoegen, uitleggen wat u bedoelt dat het lastig is op de impact van de keten? Nou, dat neemt uiteindelijk iemand ergens een beslissing. Je kunt iemand ergens een owner van maken wanneer je geïntegreerd met elkaar gaat werken. Maar als die persoon vanuit dat departement, vanuit dat blikveld wat die persoon heeft, niet de totale keten overziet, heb je kans dat er dus keuzes gemaakt worden die uiteindelijk wel werken, sec voor die keuzes, maar die uiteindelijk niet gaan werken omdat het ook gekoppeld moet zijn aan andere onderdelen. Heer Van Meenen. Ja, u zegt dat uw advies zou zijn om beheer, exploitatie van het systeem vooral aan de bedrijven over te laten. Nou hebben wij al verschillende keren gehoord dat daar eigenlijk in het verdienmodel het meest te halen is voor bedrijven. Dus je zegt dan, nou, die hele ontwikkelfase is allemaal hoogst ingewikkeld. Maar vaak de kosten ook van het beheer, die worden juist niet gezien door de opdrachtgever. Of te weinig.
Is dat een beeld dat u ook herkent? De kosten van het beheer worden niet gezien. Ik denk dat je dan moet zorgen dat je een uitvraag hebt waar je dat transparant in laat maken. Ja, maar gebeurt dat ook? Zijn de aanbestedingen niet vooral gericht op de ontwikkeling? Nee, ik denk dat het heel sterk afhangt van wat voor soort uitvragen je in de markt zet. Op het moment dat je een beheersuitvraag... nog iets daarvoor zeggen. Mijn advies zou zijn om het project en beheer, onderhoud, exploitatie, om dat altijd te koppelen. Dit wordt heel vaak gescheiden. Heel vaak wordt er iets in de markt wordt er gezet, zeg maar het design en het ontwikkelen, het bouwen en het werkend opleveren. Precies. En dan gaat er naar een andere organisatie, via een andere aanbesteding, komt het terecht uiteindelijk bij beheer, onderhoud, exploitatie. Dus klopt wat ik zei, dat er in de aanbesteding vooral... Nou, u zei dat er meer geld verdiend zou worden. Dat is mensen punt 2. Liever niet het eerste traject doen. Er zijn bedrijven die doen dat hele tweede deel niet, die willen alleen maar het eerste deel. Dus die zullen het daar ook niet mee eens zijn. Op het moment dat je alleen het tweede deel doet, ja, dan zul je snel zeggen, ik ben blij als dat gescheiden wordt. Mijn advies zou zijn om te zorgen dat je dat altijd koppelt in een aanbesteding. Dat is duidelijk. Dat je dat bij één partij neerlegt. En dan kom je op het gebied van innovatie kom je dan terecht. Maar waar, ja, dat is duidelijk. Maar waar, hè, dat lijkt me sowieso een goede aanbeveling. Dat je in ieder geval ook de kosten van beheer meeneemt in je totale plan. En een nieuw advies van het rapport. Ja, en in zeker. En, maar uw advies is dan weer om tegen de overheid te zeggen... En laat dat beheer dan vooral aan bedrijven over. Ja. Maar waarom is dat dan? Waarom zou je dat als overheid zelf willen doen? Je kunt het niet beter. Je kunt het waarschijnlijk niet goedkoper. Waarom niet? Nou, de overheid is aan het krimpen. Gemiddelde ambtenaar kost, denk ik, minder dan de gemiddelde werknemer bij u, of niet? Maar het aantal, dat kan ik me voorstellen. Maar het aantal gemiddelde ambtenaren neemt in ieder geval sterker af dan het aantal gemiddelde medewerkers bij ons. Dus ik denk het aantal mensen wat je hebt... Misschien juist omdat die kosten bij u... wat hoger zijn. Dat weet ik niet. Dan zouden wij als werkgever een aantrekkelijke werkgever zijn voor dat soort functies dan de overheid. Dat kan. Maar het is vooral op het moment dat een ander dat kan. Dat zijn niet de spannendste diensten. Dus ik denk dat je de essentiële zaken, dat is mijn punt, de zaken waar het echt om gaat, baas in eigen buik moet zijn. Ja. Dus als het echt gaat over je proces, over je oplossing, over het aansturen ervan, het projectmanagement dergelijke, zou ik zeggen, dat moet je zelf doen. Als je het alleen hebt over wie gaat dat in onderhoud nemen... Maar we kennen ook zoiets, mag ik nog even? Ja. Als vendor lock-in, hè, dat betekent dat je eigenlijk afhankelijk wordt van je leverancier. Dat kan ook zijn omdat het beheer eigenlijk niet goed uit te voeren is door de overheid zelf. Hè, omdat je eigenlijk die kennis voortdurend nodig hebt van het systeem zelf. Worden systemen voldoende transparant gebouwd om überhaupt het beheer door de overheid mogelijk te maken? Nou, ik denk dat de overheid er verstandig aan doet om zoveel mogelijk standaard producten te gebruiken en niet zelf te gaan bouwen. Alles wat je zelf bouwt, bouw je het risico in dat je pas gaat weten of het werkt op het moment dat je het gaat gebruiken. De overheid is per definitie, omdat het om overheidsgeld gaat, belastinggeld, is de overheid per definitie risicomijdend. De overheid is niet... snel voornemens om ergens iets nieuws te gaan proberen, zoals een bedrijfsleven wil doen, omdat ze bijvoorbeeld concurrentievoordelen proberen te halen daarmee. Trial and error, ergens iets gaan proberen. Dus wat zie je de overheid doen? Je ziet de overheid dus zeggen, wat we altijd noemen, proven technology. Zorg dat je bewezen technologie gaat inzetten. Het risico wat de overheid daarbij loopt, is dat als je nu een uitvraag naar de markt doet, waarbij je bewezen technologie wil inzetten, bewezen oplossingen, dat je een uitvraag nu neerzet, dat mensen die nu beantwoorden, halverwege 2014, dat in 2015 uiteindelijk misschien tot een gunning leidt. Dan heb je dus een oplossing aangeboden die in 2013 zichzelf bewezen heeft. Dan moet het nog eens een keer geïmplementeerd worden. Dan moet het getest worden. Dan moet het uiteindelijk in productie worden genomen. Dan is het uiteindelijk de acceptatietest. Dan is het eind 2016. Nou, dan kan ik u zeggen, dan heb je veelal een systeem, proven technology, maar het Rijksmuseum wil het al niet meer hebben. Maar hoe voorkom je dat? Er zijn overigens ook mensen die zeggen dat juist aan de kant van de overheid het ICT-enthousiasme en optimisme eigenlijk nog veel groter is dan in uw hele realistische benadering. Het enthousiasme en het optimisme, dat staat denk ik los van of je gebruik maakt van bewezen
toepassingen. Ja, maar dat is eigenlijk, u bent misschien wel de eerste die hier zegt dat de overheid dat vraagt. We horen ook veel dat de overheid nu juist vraagt om het nieuwste, het meest innovatieve, et cetera, et cetera. Nou, daar herken ik mij niet. Dat herkent u niet? Nee, dat herken ik niet. Ik denk juist dat de overheid heel vaak vraagt van, joh, laten zien waar het zich alles ergens heeft bewezen. Okay. En dat dus een lastige is voor de overheid. De overheid heeft geen mogelijkheid om die kennis van de markt te evenaren. Dat kan niet. Dat is vrij simpel uit te leggen. Als je kijkt naar vier grote organisaties in de ICT, IBM, HP, Microsoft, Oracle, die geven per week ongeveer hetzelfde aan research en development uit als de hele Nederlandse overheid in een jaar. En dan heb ik het maar over vier bedrijven. Dus de ICT-industrie is altijd veel verder met het, zijn research en development. Ik denk dat de overheid daar dus gebruik van zou moeten maken. Ik denk dat je dus samen, dat is een prachtige gelegenheid. Daar sta je niet tegenover elkaar. Nee, je moet juist in die veranderende omgeving moet je zorgen, in die veranderende wereld, en die ICT-wereld verandert, weten we allemaal, die verandert ongelooflijk snel, moet je zorgen dat je dat goed kunt toepassen. En dat betekent dat de overheid ook organisatorisch moet zorgen dat je al je beslissingen die ICT raken, ook naar mijn mening, onder één dak moet brengen. Nu zie je dat de ICT van het Rijk op een andere plaats is belegd dan de ICT voor de burger. En weer op een andere plaats is belegd dan de ICT voor het bedrijfsleven. Ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Zo zit de Nederlandse overheid nu in elkaar om dat zo te doen. Maar de wereld zit niet zo in elkaar. Dat betekent dat je altijd achter de feiten aan gaat lopen. Aanslot. Ik wil nog terug naar die vraagbundeling van generieke ICT-dienstverlening. Gaat het door die vraagbundeling ook om steeds grotere in termen van geld aanbestedingen? Nee, niet steeds grotere. Ik denk dat de overheid wel vaak het beeld heeft, schaalvoordelen, economies of scale, de schaalvoordelen, dat er wordt gedacht, als we dat allemaal combineren, dan krijgen we een betere prijs, dan krijgen we een lagere prijs. Dus laten we het groter maken. Wie doet er nog meer mee? Wie doet er nog meer mee? Maar ik denk dat dat altijd al zo is geweest. Maar is dan die vraagbundeling, kan een van de nadelen daarvan zijn, is dat leveranciers ook eerder geneigd zijn om te procederen, omdat ze, als ze niet uitgekozen zijn, toch voor meerdere jaren langs de kant staan? Ja. En hoe vaak gebeurt dat? Hoe vaak dat gebeurt, weet ik niet. Ik weet van onszelf dat wij dat één keer hebben gedaan en daar al heel snel heel veel spijt van hadden. Want dan merk je dat je eigen advocaat natuurlijk zegt dat je, net zoals, denk ik, ik heb gelukkig geen ervaring mee, maar privé ook, altijd zegt je hebt een hele goede kans en je zal het wel winnen. En dat zegt de advocaat aan de andere kant ook. En uiteindelijk de enige die er wijs van wordt is meestal over het algemeen de advocatuur. Dus wij hebben dat één keer jaren geleden gedaan. En wij hebben daar ook eigenlijk het beleid in om dat niet te doen. Dus, maar of dat vaak gebeurt, je ziet wel dat er bij lagere overheden dat het vaker gebeurt. Je ziet bij gemeentes zie je dat er vaker wordt geprocedeerd en ook succesvol wordt geprocedeerd. En ervaring is dat procederen tegen de overheid niet heel veel zin heeft. En bij interdepartementale trajecten, projecten? Gebeurt het ook met grote regelmaat. Maar dan gaat het over kleinere, misschien relatief kleinere, vergeleken met de projecten die u onderzoekt, zijn het relatief kleinere. Maar goed, als het over 1 miljoen gaat, voor heel veel partijen is dat een heleboel. Ja. En dan gebeurt het wel. En ja, omdat je weet dat je inderdaad, zoals u zegt, dat je er misschien voor jaren naast staat. Maar ook omdat je denkt dat er iets niet is gegaan zoals het zou moeten gaan. Ik kan me niet voorstellen dat partijen gaan procederen omdat ze denken, joh, we hebben geen kans, maar laten we het maar doen. Ja, dat lijkt mij erg onverstandig. Want een bedrijfsleven wil hecht heel veel waarde ook aan het imago. Wij willen als bedrijfsleven graag een goed imago hebben. En een goed imago heb je door succesvolle, kwalitatieve prestaties te leveren. Ik wil nog een ander aspect van die vraagbundeling van generieke ICT-projecten naar voren halen. En dat is wat in het Financieel Dagblad van 4 april 2013 stond. En dat meldde toen dat op basis van de inventarisatie de Rijksoverheid zich in toenemende mate schuldig maakte aan verstoring van de markt door valse concurrentie aan te gaan met het bedrijfsleven. In hoeverre vindt u dat hier sprake is van valse concurrentie met het bedrijfsleven? Van wanneer was dat artikel nog een keer? 4? April 2013. Volgens mij ging dat toen in het FD over de inhuur van mensen en dat de overheid zelf een pool van consultants opbouwde. Klopt dat? Ja. Ja. Zeker.
Ik snap dat dat werd gezegd door de partijen. Mijn persoonlijke mening is dat de overheid daar heel verstandig aan doet. Want dat sluit aan bij het verhaal wat ik net noemde. Dus ik vind het erg verstandig dat de overheid dat doet. Juist om dat gebrek aan kennis ook gewoon te verminderen. Nou, de overheid, en dit is het verschil met wat meneer Van Meenen noemt. Dit gaat niet over die beheerders. Dit gaat juist over de mensen die zware grote projecten zelf kunnen trekken en begeleiden. Dus dat zijn de mensen die ik adviseerde, die overheid die zelf heeft en die niet van de markt betrekt. Als de overheid een pool zou gaan bouwen van eigen beheerders, dan zou ik dat erg onverstandig vinden. Om de reden die ik net heb aangegeven. Eerder dit jaar hebben wij als tijdelijke commissie met een aantal ICT-leveranciers gesproken. En daar was u ook bij aanwezig. En toen zei u dat het onderwerp open source en open standaarden is verdampt bij de Rijksoverheid. Wat bedoelt u hiermee? Dat op een gegeven moment, denk ik, de politiek zich, en dan heb ik het over Kamerleden bijvoorbeeld, zich vanuit een onbewust onbekwaamheid op het gebied van ICT, laat ik dat nadrukkelijk erbij zeggen, zich veelal laten leiden door wat ergens wordt ingefluisterd of wat er in de pers wordt aangegeven. En dat je een onderwerp bijvoorbeeld als open source en open standaarden, dat was een paar jaar geleden, was dat een hot item. Punt wat door iedereen altijd werd genoemd en in de Kamer. Het moest heel veel. Alles moest naar open standaard. Dat was een beetje het gevecht tegen Microsoft, want die zouden de monopolie en noem op allemaal. Dus het moest allemaal open source, open standaarden zijn. Door de opkomst van wat u hier in de Kamer ook gebruikt, van de koning van de closed source, kom je op dit moment tegen dat punt eigenlijk helemaal niet meer op de agenda staat. Dat verbaast mij. En dat bedoelde ik daarmee te zeggen. Het verbaast u, maar is het ook bezwaarlijk als dat gebeurt? Ik denk dat dat bezwaarlijk kan zijn op het moment dat je ten eerste tegen je eigen principes ingaat. Dus ik zou dat zelf, als ik aan uw kant zit, zou ik dat bezwaarlijk vinden. Omdat je tegen je principes ingaat. Vanuit, dus aanhalingstekens, technisch oogpunt, zou het ook wel eens bezwaarlijk kunnen zijn. Op het moment dat je bijvoorbeeld meer geld gaat verspillen omdat niet alles goed op elkaar aan te sluiten valt. Of dat je risico's gaat lopen omdat je beveiliging misschien niet helemaal goed voor elkaar hebt. Dus ik denk dat je daar ook bezwaarlijk in kan hebben. Mijn persoonlijke mening is dat daar een product uit is gekomen wat iedereen wel mooi vindt. En omdat we het vanuit thuis kennen en omdat er thuis wordt gezegd van, hé, dat moet je ook hebben, dat moet je ook gebruiken. Dus ik vind het niet per definitie verstandig. Je ziet ook in het bedrijfsleven, onder andere, nou laat ik het voorbeeld noemen, onze oosterburen in Duitsland, zie je dat het parlement daarvan is teruggekomen. Van precies hetzelfde besluit wat er in Nederland is genomen. En die hebben dat teruggedraaid. Hetzelfde zie je ook met het onderwerp groen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubewust en dergelijke. Dat was een paar jaar geleden, stond dat overal in. Elke aanbesteding, voor wat het ook was, moest je zeg maar een hoofdstuk toevoegen, moest je aangeven hoe groen je was, hoe maatschappelijk verantwoord je aan het ondernemen was. Op dit moment, door de crisis ingegeven, kom je dat nergens meer tegen. Dat staat nergens meer in. Gaan we maar zo. We hebben eigenlijk over een aantal zaken al gehad, over oplossingen die u ziet. Waar moeten we beginnen om de problemen bij de ICT-projecten, bij de ICT-problemen bij de Rijksoverheid te verbeteren? Welke adviezen wilt u ons nog meer meegeven? Nou, ik denk dat ik de belangrijkste genoemd heb. De dialoog openhouden. Escalaties, lessons learned. Ik denk dat het heel goed is om te kijken van wat zijn er ergens voor successen op andere plaatsen geweest. Hoe kun je die gaan toepassen? Hoe kun je die gaan gebruiken? Dat betekent dat je kunt kijken naar referenties in het buitenland. Maar je kunt ook binnen Nederland kun je kijken. Ik denk dat de overheid heel veel kan leren op de wijze waarop Rijkswaterstaat bijvoorbeeld nu aan omgaat met de aanleg van wegen. Daar zie je dat er een... vraag ik aan meneer Elias om het te vertalen, maar design, build, finance en maintenance. Dus het ontwerp, bouw... Totaalcontract. Totaalcontract. Van het ontwerp tot en met het beheer. Ja, dat je dat neerlegt. Aantal jaren geleden, wat Rijkswaterstaat deed, die als er een snelweg werd aangelegd, dan werd dat allemaal stukjes in stukjes aan. De ene kreeg dit stukje, de andere kreeg dat stukje, de andere kreeg dat stukje.
inderdaad in een totaalconcept zie je nu dat er end-to-end oplossingen worden geboden. Dus dat gaat naar één partij toe die dat hele traject doet. Misschien is dat een consortium, omdat dat over hele grote trajecten gaat. Maar dat zou mijn advies ook zijn, om veel te gaan leren van wat er op andere plaatsen gebeurt. PPS-constructies, dus publiek-private samenwerkingen, zou ook denk ik iets zijn wat nader onderzocht moet worden. Ik denk dat de overheid dat meer zou moeten durven. Ik denk dat je het voordeel daarbij hebt dat je veel meer innovatie in kunt brengen dan wat je op dit moment ziet. Ik denk zelfs dat je nog sneller je product op de markt hebt, zeg maar. Dus nog sneller je oplossingen draaiende hebt daarbij. Dus dat samengevoegd met een aantal dingen die ik al noemde. En zeker het voorbeeld van Belastingdienst van meneer Wiebes van deze week. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voorbeeld daarvan, wat ik zou adviseren. Ja, maar dan denk ik dat u het jammer zult vinden dat in de i-dialoog, die we vandaag eerder ook hebben, een i-dialoog die we langs hebben gehad, dat daar die privaat-politieke samenwerking uit is. Publiek-private samenwerking uit is. Ja, dat is niet het gebied waar ik veel van weet. Maar als dat eruit is, zou ik dat niet adviseren. Dat lijkt een beetje uit de mode te raken ineens. Oké, ja. Ik zou dat... ik zie redenen waarom je dat er wel in moet doen. Ik wil niet zeggen dat je alles moet gaan doen in een PPS-constructie. Dat niet. Maar ik denk dat dat veel vaker moet worden toegepast. Je ziet dat nu bij een aantal wegen, volgens mij bij bouwen van tunnels. Je ziet de Kromhoutkazerne in Utrecht bij Defensie. Dat zijn, naar mijn mening, voor zover ik kan overzien, zijn dat succesvolle projecten. Ja, maar dat is deels ook nog een beetje waterstaat, zou ik maar zeggen. Echte ICT-projecten, wat zou u daarvoor in aanmerking vinden komen in die PPS-formule? Nou, je kunt kijken, er wordt op dit moment onderzoek volgens mij gedaan naar elektronische identiteit. Dan zou je kunnen zeggen, laten we dat samen met de markt doen. Op dit moment, er lijken verschillende oplossingen misschien nu toch weer gevonden te worden. Maar op dit moment is nog de status dat het is, dat gaat ons 250 miljoen kosten, dat hebben we niet, dan doen we het maar niet. Nou, misschien zou je daar meer de markt op moeten opzoeken. Voorzitter, ik wil tot een afronding komen. Zijn er bepaalde zaken niet besproken die u wel aan ons wilde voorleggen? Dan is dit uw kans om die onderwerpen nog naar voren te brengen. Dank u wel. Nee, ik denk dat het belangrijkste punt is dat ik, wat ik naar voren zou willen brengen, dat ik hoop dat de commissie zoveel mogelijk ziet dat er heel veel dingen goed gaan binnen de overheid en bedrijfsleven met betrekking tot ICT. Er gaat veel en veel meer goed dat er niet goed gaat. Ik denk dat er heel veel geleerd kan worden van elkaar. Dat we moeten proberen zo min mogelijk tegenover elkaar te staan en zoveel mogelijk naast elkaar te kunnen staan. Waarbij je altijd natuurlijk de afstand blijft houden tot elkaar, want je hebt een helemaal verschillende rol daarin. Maar als je samen naar iets kijkt, heb je ook grote kans dat je misschien samen een oplossing gaat vinden. En ik zou de overheid willen adviseren om vaker ook kritisch te gaan kijken of datgene wat de markt heeft gezegd dat ze zouden aanbieden, of ze dat ook daadwerkelijk aanbieden. Dus ook achteraf, later gaan kijken, klopt het wel? Je zou dit aanleveren, heb je dat ook gedaan? En als laatste zou ik willen adviseren om, nu vinden vaak audits vinden achteraf plaats. En mijn advies zou zijn voor bij wat grotere trajecten om de audit vooraf, tijdens en achteraf te laten plaatsvinden en niet achteraf alleen maar te laten plaatsvinden. Omdat je daar veel meer de kans hebt dat je veel eerder kunt bijsturen. En nog één punt om te kijken of ik u goed begrepen heb. U zegt eigenlijk van de overheid zou aan het eind van het traject beter gewoon het contract er weer bij moeten pakken en moeten kijken, heb ik nou gekregen van de leverancier wat ik gevraagd heb? Ja. Dat gebeurt te weinig. Nou, te weinig weet ik niet, maar ja, te weinig gebeurt dat, want het... Ik kom wel trajecten tegen waar ik denk van daar zou je naar moeten kijken. Dus dan is het altijd te weinig, ook al zou het er maar één zijn. Maar het gebeurt denk ik heel weinig. Ulebelt, heel kort. U had het over onbewust onbekwaam. Nou is de gemoedstoestand die daarbij hoort, dat is er eentje van de prins geen kwaad weten, nergens last van hebben. En dan zegt u het moet erin gestampt worden. Hoe moet dat dan? Want als je bewust bekwaam bent, heb je een beetje dezelfde gemoedstoestand. Je hebt het onder controle, je bent ook tevreden. Hoe lossen we dit dan op? Kent u de e-strategie van de overheid? Ik heb die stukken gelezen, ja. Kent u hem? Ik weet zo'n beetje wat ze willen. Denkt u dat alle Kamerleden hem kennen? Nee, dat weet ik wel zeker. Nee. Dan zijn ze bij deze, als ze dit zien, bewust onbekwaam.
zijn we één stap op weg van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En wat zou uw advies aan ons zijn? Moeten wij dan die e-strategie bij hun tussen de oren rammen? Want dat waren de woorden die u eerder zei. Ja, ik geef u een beeld. Historisch gezien vindt ongeveer 7% van de beroepsbevolking werkt in de zorg. De afgelopen, ik geloof, 80 jaar of 100 jaar. Misschien is het wel 6,7 geweest, misschien is het 7,3 geweest, maar ongeveer 7% van de beroepsbevolking werkt in de ICT, werkt in de zorg. We weten dat dat waarschijnlijk niet zal veranderen. Dat wordt niet in één keer 15%. We weten wel dat de zorgdruk enorm toeneemt. Vergrijzing en al, dus de druk die op diezelfde 7% van de beroepsbevolking komt te liggen, is steeds groter. Als je dat wil oplossen, heb je ICT nodig. Je moet dat gaan oplossen met ICT. Ja, je kunt het ook oplossen, je kunt het politiek oplossen. Je kunt het besturen, kun je het oplossen door te zeggen, we gaan geen zorg meer verlenen aan de inwoners. Maar dat past nog niet, ook niet in de participatiesamenleving die nu wordt voorgestaan. Dus je hebt die zorg heb je nodig, je hebt de ICT heb je daarbij nodig. En op het moment dat je die kennis daar niet van hebt, helemaal vanaf het begin van het traject, en dat is dus al vanaf de Kamer, vanaf dit huis, dat je dat niet hebt, denk ik dat je vraagt om problemen later in het proces. Maar ik snap niet wat dat met onbewust onbekwaam heeft te maken. Dit wordt niet beseft. Er wordt, naar mijn mening, wordt er onvoldoende bij alle beslissingen die genomen worden, wordt er gekeken. Daarom herhaal ik nog een keer het voorbeeld van meneer Wiebes aan. Wordt er niet vooraf al gekeken bij iedere wet en regelgeving, wat is de ICT-implicatie hiervan? Wat is het effect hiervan als we dit besluit nu gaan nemen? Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen als we een zending van onze militairen naar land X, Y of Z gaan doen? Kunnen we dat ook ICT-technisch aan? Over het algemeen is dat een politiek besluit, zonder dat daar al wordt meegenomen wat de implicatie daarvan is op de ICT. En daarom zou ik ervoor pleiten dat het kennisniveau van ICT en de impact daarvan, dat dat zou toenemen vanaf de Kamer door het hele proces heen. Nou heb ik me in dat laatste over die ICT in de zorg eens verdiept. En er zijn in Japan zijn er automatische wascabines en daar ga je als oudje word je erin gezet en dat gaat allemaal automatisch en vanzelf. Ik denk dat moeten we hier in Nederland ook doen. Toen zei die vorige fractievoorzitter zei tegen mij, Ulebel, ben je helemaal gek? We gaan de oude mensen niet in de wasstraat zetten. Ik bedoel, u bepleit ICT als voor alles een opleiding, als een oplossing, maar er zijn nog veel meer aspecten. Dus ik zit te zoeken van, ben ik nu onbewust onbekwaam of bewust bekwaam? Dat is eigenlijk, hoeft u het antwoord niet op te geven. Nou, er zit nog iets tussen, dat is namelijk wat ik zei, dat is bewust onbekwaam. Maar u kunt zeggen, nou, we gaan mensen in een wasstraat zetten. Maar je zou ook kunnen zeggen, kunnen we misschien door gebruik te maken van ICT wachtlijsten heel erg laten afnemen. Laat ik één voorbeeld uit in de zorg noemen. Een dermatoloog, die kan de hele dag door mensen laten langskomen. Maar hij kan ongeveer 20 keer zoveel patiënten kan hij afhandelen op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van ICT, wat ook heel veel gebeurt. En hij bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar foto's. Dus hij kijkt naar foto's en dan kan hij meteen een schifting maken. Die krijgt hij digitaal. Dan kan hij heel snel doorheen lopen. Is dit een probleem? Is dit een beginnend probleem? Of is het helemaal geen probleem? Dat gaat natuurlijk veel efficiënter dan dat iedereen afspraken moet maken en bij hem langs moet komen. Dat is een voorbeeld van toepassing van ICT in de zorg. Goed. Ik heb nog één laatste vraag aan u. U bent de derde leverancier die vandaag tegen ons zegt, er gaat ook heel veel goed. Meneer Ulebelt, mijn laatste vraag. U bent de derde die zegt vanuit de leveranciers, dat gaat ook heel veel goed. U bent sterk in vergelijkingen. Als ik een auto koop en die start niet en die blijft dat houden en ik ga naar de garage en zeggen, ja, ik heb er ook een hele hoop verkocht die wel goed starten, dan ben ik nog steeds niet tevreden. Begrijpt u dat? Ik begrijp het natuurlijk voorkomen met u eens. Maar waarschijnlijk zullen er meer van die auto's wel rijden dan niet rijden. Maar ik blijf toch over die ene auto heel ontevreden. En daar heeft u dus groot gelijk in. En dan zult u dus iets moeten doen. En waarschijnlijk zult u niet meer bij die auto uitkomen. Dus ik zou, als ik kijk naar waar de voorstellen of de vragen volgens mij eerder deze week gesteld zijn of vorige week gesteld zijn, zouden we leveranciers die niet voldoen, zouden we die moeten uitsluiten? Ik denk als dat structureel is of verwijtbaar, dat je dit inderdaad moet uitsluiten. Maar ik zou daarbij aan willen toevoegen dat je ook uitvragende diensten die niet in staat zijn om een goede vraag uit te stellen, dat je die ook wel moet zorgen dat ze niet zelfstandig dan weer die volgende verkeerde vraag kunnen uitstellen. En de volgende auto, om het af te ronden, zonder stuur gaan bestellen. Bijvoorbeeld. Ik dank u zeer. Ik schors de vergadering tot 17:00.